Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt dat de terrassen weer open mogen van de volgende week. Nou ja, ik ben natuurlijk erg blij dat de terrassen open gaan. Ik heb het lang gemist. Nou ja, aan de ene kant denk ik, we zijn nu maar eenmaal bezig. Laten we maar zorgen dat het goed komt. Het werd er wel tijd van, hè? Het mag nu gebeuren. Het is al lang genoeg stil geweest. Ja, goed. Heel erg goed. Blij mee vooral voor de horeca. De horeca heeft natuurlijk, wat is het, bijna 6 maanden genoeg te lijden gehad. Ik weet zelf, ik kom zelf uit de evenementenbranche, dus ik slaap al een jaar stil. Dus ik kan me voorstellen dat ze er heel blij mee zijn. Ja, en ik ook voor hun natuurlijk, zelfstandig ondernemer. Ik vind het sowieso een hele goede ontwikkeling. Het duurt al een beetje te lang. En je ziet gewoon dat op straat gewoon weinig gebeurt nog. En dat werkt een beetje tegen de geluksgevoel van de mensen, denk ik. Ja, aan de ene kant vind ik het heel fijn dat ze weer open gaat voor heel veel mensen die daar echt behoefte aan hebben. En ja, met mooie weer vind ik het natuurlijk ook heerlijk dat iedereen naar buiten komt. Maar ja, hopelijk heeft dat geen gevolgen dat we weer een extra besmetting krijgen. Nou, zijn er ook aardig wat mensen die het er niet heel erg mee eens zijn dat de terrassen weer open gaan. Ja. Ook omdat de cijfers toch niet zo heel erg hard dalen als dat ze hadden gehoopt. Kunt u zich daar een beetje in vinden of kunt u begrijpen dat mensen dat denken? Nee, want ik denk dat de maatregelen tegen besmettingen gewoon wel in de hand worden gehouden. Gecontroleerd worden door de eigenaren van die zaken, want ze zijn ook niet gek, weet je. Als zij zien dat het te druk wordt, dan moeten ze toch optreden, want anders krijgen ze zelf een boete of worden de maatregelen weer teruggedraaid. Ja. Ja, ik snap alle twee kanten van het verhaal wel. Kijk, ik als burger denk van ja, doe het maar gewoon open. Maar ik snap als jij in het ziekenhuis werkt en je maakt overuren, dat je denkt van ja, hallo, ik wil gewoon iets minder druk hebben. Ik werk al een jaar slag uit de rondte. Nee, ik geloof daar niet in. De mensen maken het erger dan het is. Kijk, als iets moet gebeuren, gebeurt het toch wel. Weet je wel, of de tas wel of niet open gaan. Iedere slager die zijn eigen stukje vlees verdedigt, is het een beetje natuurlijk. Het is natuurlijk altijd van ja, hun staan voor de zorg. Maar ja, de mensen van de horeca willen ook graag de centjes weer verdienen. En ja, hoe ver trek je dat? Had u misschien liever gezien dat er nog meer maatregelen werden versoepeld? Of vindt u het zo goed, wel goed? Nee, ik denk wel dat je het gefaseerd moet aanpakken. Je moet niet gelijk te veel risico's nemen. Ik vind de versoepelingen zoals nu gaan, gaan we de goede kant op. Ja, mijn branche wordt gewoon nog steeds vergeten. Ik kom uit de evenementenbranche. Ja, en wij hebben echt nog steeds niks. Nou nee, ik vind dit eigenlijk het allerbelangrijkste. He, want je gaat de zomer tegemoet, het mooie weer komt weer. Dus ja, je kan kwalijk ergens op de straat, op de markt een biertje drinken. Dan krijg je nog helemaal een bekeuring. Ik vind het wel goed zo. Ik vind het goed zo. Het moet uit de wereld. En als we daar allemaal met elkaar toch doorheen gaan, dan vind ik dat het wel moet.